Als ik hem weer voor me zie, proef ik nog steeds die angst voor eenzaamheid. En die bukt, dan ben je een held. Dat is wat ik nu doe. Dit verhaal dat moet verteld. Hartstikke bedankt voor jullie aandacht. Een heel eind vanuit Amsterdam naar Almelo. Maar soms komen ze nog eerder dan je denkt, want het zou pas 5:30 zijn. En hier is meneer Klaas Knot. Ik wil allereerst iedereen van harte welkom heten op deze opening van een bijzondere tentoonstelling. Het verzet kraakt. En zo kan ik het dus ook vertellen. Op 15 november 1944 haalde de knokploeg Almelo ruim 46 miljoen gulden op. Als je dat even gaat omrekenen naar de euro's van vandaag, dan heeft dit over ruim 290 miljoen euro. Bij een filiaal van de Nederlandse bank hier in de stad. Dat was geld dat door Sijs Inquart en zijn handlangers hier gebracht was. Vanuit de Amsterdamse kluizen. Waarschijnlijk met als oogmerk om zo snel mogelijk door te vervoeren naar Duitsland. Uiteindelijk, hè, wellicht al anticiperend op een vlucht. Ik ben hier vanmiddag naar Almelo gekomen om deze tentoonstelling te openen die gewijd is aan de grootste bankroof uit de Nederlandse geschiedenis. Als bedoeling om daarvan onderduikers te kunnen ondersteunen enzovoort. Ja, helaas, hè, we weten dat het niet goed is afgelopen, maar het is toch een dappere daad geweest. En ik denk dat de mensen die dat gedaan hebben ook het gewoon verdienen om voor te leven in ons geheugen, in onze historie. En daardoor vind ik het erg goed dat deze expositie daaraan gewijd is. Dit specifieke feit kende ik niet. Ik wist wel dat er andere verzetsdaden waren geweest waarbij Nederlandse bankemployés hadden geholpen. He, u kent de broeders van Hal in Amsterdam en het verdonkere manen van effecten waarmee ook onderduikers ondersteund werden. Dus dit specifieke voorbeeld kende ik niet, maar het verbaast mij totaal niet. Ja. Ja, ik heb hoe wat miste. U bent op zoek naar een mooi boek? Nee. Iets specifieks? Nee, niet specifieks, nee. Nee, maar zomaar even snuffelen. Ja, kwam ik toevallig dit boek tegen. Ja. Aan de rand van Enschede. Ja. En dat leek u wel wat? Ja. Die herinneringen komen dan ook weer boven, hè? Ja. Ben je een boekje aan het uitzoeken? Ja. Wat voor boekjes lees je dan? Deze zijn Donald Duck. Stripboekjes? Donald Duck, hè? Ja. Oké. Welk boekje heeft u nou gekocht? Ik heb een klein gedichtenboekje van Toon Hermans gekocht. Ja. Elke dag een treetje. Oké, kunt u het laten zien? Dit boekje? Oké. En ik was daardoor gegrepen, omdat er een heel klein versje in staat. Ja. Even kijken. Ik moest denken aan een van de winkels die hier in Almelo is. Dat is de Rode Molen. Dat is een tweedehandszaak. Uh-huh. En ik dacht, dit is een heel mooi gedichtje voor de eigenaresse van dit winkeltje. Ja. Zal ik het voorlezen even? Ja, heel graag. Ja? Ja. Het heet Goedemorgen. Je staat voor de spiegel en je vraagt je af, past deze stippeltjesdas wel bij mijn ruitjes? Hè? De vraag is echter, ben ik wel goed gemutst? Ja, doe maar even gezellig zo. Maakt u die allemaal zelf, deze kunst? Ja, die maakt wel zelf. Hoe heet dit ook alweer? Fusion of zo? Ja, Fusion. Ja.
Ja, het ziet er erg mooi uit. Het ziet er prachtig uit, hè? Kunstzinnig. Dank u wel. Heel mooi. Dit is een beetje een uit de hand gelopen hobby inmiddels. Maar dit gaat wel verder dan een hobby. We gaan het zoeken. Zoek je een bepaald boekje? Ja. Welke dan? Ja, dan moet je tegen mij praten. Je moeder weet het wel. Deze. Maar professor Scherder, wat brengt u hier naar Almelo? Dit prachtige initiatief voor die extra gaming. Al die mooie games waar ouderen op kunnen gaan bewegen. Of geanimeerd worden, gestimuleerd worden om meer te gaan bewegen. Heeft u ooit eerder een dergelijke voorziening gezien? Nee, ik heb het zo mooi nog niet eerder gezien, maar ik zeg er wel bij. Ik heb ook nog niet echt veel gezien op dit gebied. Hè? Maar het lijkt me heel mooi wat je hier ziet. Het lijkt me heel mooi. Wat was uw eerste indruk? Dat het er prachtig uitziet, dat het echt uitnodigend is. Dat het ook heel zeg maar, professioneel is gemaakt. Dat je niet voor een klein schermpje staat, maar echt huge schermen. Waarvan je wel denkt, als je daarnaar kijkt, dan wil je ook wel er tegenaan gaan. En daar is het natuurlijk ook voor bedoeld. Ik denk dat zoals het nu hier staat, dat het heel erg een grote verrijking is. En dat je veel stimuli naar je toe krijgt die je... en dat nodigt uit, want je denkt natuurlijk, oh ja, daar wil ik eigenlijk wel aan meedoen. Het is het prikkeltje initiatief nemen. Nou, dat is natuurlijk precies wat je wil. U gaat zo'n lezing geven. Waar gaat die in een paar zinnen, waar gaat die over? Het gaat eigenlijk over ouder worden. Wat er eigenlijk... wat achteruit zou kunnen gaan en op welke wijze je dat goed kunt stimuleren. En ik heb toen gekeken hoeveel extra gaming studies er zijn. En die waren best heel positief. Niet zo dat je al zegt, het is een fait accompli, hè, oftewel het is allemaal dik en dik vastgesteld. Maar het is wel een terrein wat zich ontwikkelt. Dus ik heb er een positief verhaal over. Zou ik het doen? Doe nieuwe dingen. Oh, dat is zo echt goed onderbouwd. Als u nieuwe dingen blijft doen, dus niet denkt, ik ga vissen... En u beweegt tegelijkertijd. Het is helemaal in elkaar verweven. Dat vind ik het mooie ervan. Dat het die combinatie is waar we het over hebben. Ik kijk even naar de tijd. Ja. Deze baan overigens is ook heel belangrijk voor empathie. Dus niet alleen die lange die ik heb laten zien. Maar ook deze is heel belangrijk voor empathie. En nou komt er nog iets spannends. Ja, dit is echt leuk hoor. Dit. Vindt u het nog leuk eigenlijk? Of... En wat nou is heel spannend. Hebben wij in Groningen onderzocht. Want ik heb ook een leerstoel in Groningen. Hebben we gekeken of er relatie is tussen de kracht van de quadricepsen en je executieve functies. Dus die topfuncties als planning, werkgeheugen en dergelijke. En wat bleek? Dat de mensen met de beste spierkracht hadden de beste cognitieve functies. En hoe komt dat nou? Heel eenvoudig. Als ik sterke quadriceps heb, dan kan ik ook brisk walken. Kan ik lekker doorlopen. Ik kan traplopen. Ik doe van alles. Dat betekent, mijn hart doet het beter. En mijn hart pompt het bloed naar mijn brein. En doet heel goed voor de witte stof. Dus het is heel logisch. Onze achtergrond dan. Hoe willen wij omgaan om deze stad allemaal een mooie stad van te maken? Maar wat we heel vaak opmerken is dat we over mensen praten in plaats van met mensen. Ik bedoel, kijk, of er een hogeschool moet komen, ja of nee, een universiteit, ja of nee, dat is puur hypothetisch. En ik weet niet of dat echt een onderwerp is dat heel veel nut heeft om het als jongerenraad mee over te hebben. Ik denk dat je beter kunt richten op kleine dingen, zeg maar. Nou, we hebben een jongerenraadvraag uitgezet. Wij willen namelijk als gemeenteraad, hebben wij ooit gezegd van we willen een jongerenraad in oprichting en gaan oprichten. En dat hebben we nu vanavond voor de eerste een hele bijeenkomst gehad. 20 man. Nou, wat ik nu merk na deze eerste avond, dat er inderdaad zeker de helft zegt van we willen graag meedoen. Ja, en die eerste volgende zal half juni zijn. En daar hebben zich nu ruim 10 mensen voor aangemeld. Nou, dat waren verschillende onderwerpen wat naar voren kwam. Maar een van de zaken was toch zeker ook wel verkeersveiligheid. Iets waar de jongeren zich zeker mee bewust van zijn. Al was het de weg naar school... Onderweg, al dat soort zaken waar ze dus te maken hebben met verkeer, auto's, maar ook bijvoorbeeld borden die langs de weg staan die totaal geen nut hebben. Ze noemden van alles. Nou, misschien dat zij daar ook over na kunnen denken hoe ze dat beter willen doen.
Dus dat soort zaken zijn de punten waarvan ze over na kunnen gaan denken en mee willen denken. Krijgen ze daar ook voor betaald? Daar krijgen ze niet voor betaald. Nee, het is vrijwilligerswerk. En hoe vaak komen ze dan bij elkaar? Nou, dat gaan we verder nog allemaal uitrollen. Dat is nog op dit moment nog niet helemaal inzichtelijk, want dat is ook aan hun zelf. Zij moeten zelf bepalen van hoe vaak willen we bij elkaar komen. Moeten ze dat één keer in de maand doen, één keer in de 6 weken doen, één keer per half jaar? Dat is aan hun. Zij gaan het bepalen. Maar nu mogen ze dus gevraagd en ongevraagd advies geven aan wie eigenlijk? Aan het college of aan de raad? De gemeenteraad. De gemeenteraad is niet het college, de gemeenteraad. De gemeenteraad, dat is degene die dus die vragen van de jongerenraad gaat krijgen en ook de vragen daarna gaat stellen. Is er iemand die de verbinding vormt tussen de jongerenraad en de normale raad? Nou, dat zal waarschijnlijk vanuit de participatiewerkgroep zijn. Dat zal daar iemand zijn die zich daarmee in eerste instantie mee gaat bemoeien. Wij gaan daar ook daar nog eventjes met elkaar over praten. Misschien dat ik dat word, misschien dat het een ander zegt van dat wil ik ook oppakken. Maar er komt dus wel een verbinding, zeker vanuit de raad, naar de jongeren en wederkerig. Ik verzoek nu de heer Lambert Michel om de baren officieel te openen. Oh, wat een mooie! Ja, gaan we nog. Wacht maar. Wacht maar. Wacht maar. We zijn hier in het Schelfvorspark. Wat is hier vandaag te doen? We hebben de baan kunnen renoveren. Die was in hele slechte staat. En dankzij een donatie van Crown Oil Foundation zijn wij in staat geweest om de banen te laten renoveren. En die worden nu heropend. En deze banen, worden die bespeeld door een vereniging? Wij zijn een onderdeel van het ontmoetingsplein 55PLUS hier van Schelfhorst. En daar is deze groep door ontstaan. En daar was een meneer van in de 90, die wilde graag weer Sjeur de Boelen. En daar heb ik dus dat idee heb ik omarmd. En na lang zoeken en vragen hebben we een leuke groep. En die we spelen hier elke week, soms 2 keer per week. Ja, koffie staat ook. Een hele oude baan en die was kapot. Die vriest een keer op en dan valt er weer en dan is er niks meer. En wat heeft ze toen gedaan? Ik heb gevraagd als er ook Sjoe de Boel liefhebber waren. En die heeft u gevonden? Ja, Schelfhorst. Hoe vaak gaat u spelen? Oh, het is maar 1 keer in de week. Maar bij de ik dit, waar wij waren, iedere dag. En waar was dat? In Groningen. Lik. En ik heb net geleerd dat daar in Groningen dat u dorp van dorp speelde. Wat is dat? Met alle dorpen in Amtrak ook. Ja. Dan ging er een groep naar dat dorp en dan naar dorp. Maar ze kwamen ook terug natuurlijk. Dat is gewoon competitie tegen elkaar. Ja. Heeft u wel eens gewonnen? Ja, natuurlijk. Bicycle, bicycle, bicycle. I want to ride my bike.
18 slagen. Oh. Heren, het initiatief vind ik fantastisch. Maar wat ik mij afvraag is, laten jullie het bij één keer? Of zeg je van, als het goed bevalt, dat gaan we nog wat vaker doen? Het mag voor mij zeker wel vaker. Ja. Ik vind het wel heel leuk om te doen. En dan in een korte tijdbestek. Ja, nou ja, waar ik zelf ook wel aan zit te denken is van, want dus misschien zouden we het ook kunnen combineren dat je zegt van, een blok van 2 uur, waarbij je een uur tekst en uitleg geeft over de verschillende types. Voordeel, vooraandrijving, middenas, achteras. En dan gezamenlijk een uurtje fietsen door Almelo. Ja, proef de zon. Ja, en wat mij betreft zou dat heel goed kunnen. Dat hoeft niet op een zaterdag, maar dan zou je ook, nou ja, zeg maar de eerste woensdag van de maand gedurende het zomerseizoen, zoiets. Want ik vind het wel belangrijk dat mensen die fietsen gebruiken. En wij als ondernemers met elkaar, ik denk dat het mooiste dag is dan maandag, zeg ik. Dan de mensen in de winkel dicht. Ja, nee, maar ik denk als je met elkaar in gesprek gaat, en volgens mij wil de Fietsersbond daar graag aan bijdragen, dat we moeten kunnen kijken van, kunnen we dat voor Almelo realiseren? En ik zou het fantastisch vinden. Dus als jullie dan aangeven van, en wat hebben we daar nu echt voor nodig, dan vinden we elkaar er ook vast op. Ja. Nou, dat moeten we wel kunnen regelen. Dat denk ik ook wel. Toch? Nou, dan gaan we die verbinding met elkaar aan. Ja, deal? Ja. Deal. Doen we. Jullie krijgen een uitnodiging, ik zorg ervoor. Ik ben benieuwd. Hij komt, geregeld. We zijn hier een startsboerderij begonnen en vandaag hebben we voor het eerst de pleisterplaats open. Wat is dat, een pleisterplaats? Nou, dat is een plek waar mensen op zondagmiddag een kopje koffie en thee kunnen drinken of een glaasje fris, een ijsje kunnen halen en een gebakje kunnen eten. Ik heb een samenwerkingsverbandje opgezet met Els Tolle van Aan Tafels. Dat is iemand die geweldig goed kan koken en ook geweldig goed kan taarten maken en ook heerlijke ijsjes kan maken. Dat maakt ze allemaal zelf, allemaal puur natuur. En nou ja, dat doet ze op een geweldige manier en dat bieden wij hier dus aan bij onze pleisterplaats. We hebben hier een plekje aangelegd achter de schuur voor de varkens. En nou, vanaf deze plek kun je gewoon mooi de varkens bekijken. Dat is een mooie plek voor mensen om even lekker rustig te verpozen. Ja. En zoals je ziet wordt er nu al dankbaar gebruik van gemaakt. Deze pleisterplaats is te vinden in Almelo Noordoost aan de Mooie Vrouwenweg. En nou ja, dat is eigenlijk de oude weg waar vroeger Café de Mooie Vrouw stond. En dat is tegenwoordig dan een fietspad. Nou, en als je daar in fietst, dan kom je hem vanzelf tegen. Nou, is dit onderdeel van jouw bedrijf, zou ik maar zeggen, hè? Ja, ik ben sinds dit voorjaar ben ik stadsboer geworden. Ik heb mij ook ingeschreven bij de Kamer van Koophandel daarvoor. En een onderdeel van het stadsboerderij is dat je relatief weinig produceert agrarische producten. Maar we doen het wel van hoge kwaliteit. En dat er ook een belevingscomponent bij zit. En dat is dan ook iets waar je wat mee moet verdienen. En die belevingscomponent bestaat uit een aantal onderdelen. En het eerste is dus de pleisterplaats die we dus in de zomer op zondagmiddag open doen. Je kunt ook komen kijken bij het schapenmelken dan op zondagmiddag. En nou ja, verder is de bedoeling om ook nog workshops in de toekomst te gaan doen. Maar in ieder geval om nadrukkelijk zeg maar, ook inwoners van Almelo en omgeving te betrekken bij het bedrijf schapen. We hebben inmiddels 40 lammetjes, melkschapenlammetjes, die brengen met een vestroor. En die bedoeling is dat die dit najaar gedekt worden, volgend jaar een lammetje krijgen. En dan gaan we volgend jaar kaas maken daarvan. Dus en ook hier lokaal verkopen, dus hier ook op de pleisterplaats. Dus dat is wat we hebben. Verder hebben we allerlei scharrelvlees, heel mooi natuurlijk vlees. We hebben lakenvelde koeien, we hebben scharrelvarkens en we hebben natuurlijk ook kippen en eenden en ganzen en bijen. Dus we hebben allerlei agrarische producten die we verkopen. Verder hebben we nog een boomgaard. Mensen kunnen inmiddels ook aandeelhouder worden.
En dan ben je wat meer betrokken bij het bedrijf. Dan hebben we ook 1 of 2 keer per jaar hebben we een leuke happening. En die mogen dan ook fruit plukken in de boomgaard. In juli houden wij een buitendiner. Dat doen we gewoon achter bij ons in de tuin op het gras. En dan zit je lekker in het groen. En dan hebben wij een hele goede kok. Lucas Kolsteen van restaurant Eetrijk. En die zorgt voor het eten. Nou, we hebben vandaag het feest gevierd dat heel veel kinderen in Almelo besmet zijn met het leesvirus. Is dat niet erg gevaarlijk? Nee, dat is juist heel goed. Dus we proberen ze nog weer extra te besmetten met zo'n mooi afsluitend feest. Er werd een prijs uitgereikt wie er had gewonnen. Ja, weet je ook wie er had gewonnen? Was dat de Wierde, geloof ik. Hoe kun je nou zo'n prijs winnen dan? Door allemaal opdrachten en zo uit te voeren over de boeken. Ja, dan kreeg je dat op de computer. Kreeg allemaal opdrachten en dan moest je dat insturen. En dan wie de meeste punten kreeg, die had gewonnen. Ja, de klas die de meeste punten heeft, die krijgt elk jaar een beker. En nou ja, dit jaar ging die alweer naar de Wierde. Ja, dat is echt, die zijn heel fanatiek. En ja, ze winnen ook al jaar na jaar. Ik weet niet precies hoeveel vaak ze gewonnen hebben. Vaak op de voet gevolgd door de Telgenborg. Maar dit jaar was het weer nipt de Wierde. Het virus wordt daar gekoesterd, lijkt het wel. Dat leesvirus. Ja, dat wordt zeker gekoesterd en aangewakkerd. En vaak geven we de kinderen hier ook extra leesviruspillen. Die waren dit jaar niet nodig. Maar ja, het is een goed virus. Anneke Doornbos schreef een bijzonder boek. Nest met spiegelei heet het. En ze signeerde dat bij boekhandel Reterink in Wierden. Is schrijven haar vak? Nee, het is absoluut niet mijn vak. Ik kom uit het onderwijs, speciaal onderwijs. Daar heb ik 10 jaar gewerkt. Waar heb je gewerkt in Almelo? Ja, op de Herdersgeeschool, ZML. En sinds 5 jaar ongeveer werk ik in de zorg. Ambulant begeleiden van mensen met een verstandelijke beperking. Dat is dus je beroep, hè? En toch schrijf je een boek. Waarom? Ja, dat is niet zomaar gekomen. Dat is een proces van jaren. Ik ben begonnen met schrijven als verwerking. Ik heb een dochter gekregen die te vroeg is geboren en veel te klein was. En ja, er bleek van alles mee aan de hand te zijn. En als verwerking ben ik gaan schrijven. Omdat je ook niet alles in het voorbijgaan zo even aan mensen kunt vertellen. En toch dingen van je af wil schrijven. Zo ben ik eigenlijk begonnen. Ja, het is een heel proces. Het was ook niet direct duidelijk wat er met haar aan de hand was. Het bleek dat zij niet goed groeide. Het bleek dat ze zich niet ontwikkelde, net als de andere kinderen. En later bleek ook dat zij autistische trekjes had. Hoe oud is ze nu? Ze is nu 27. En ja, ze woont nu al 5 jaar op zichzelf in een heel mooi appartement. En ze heeft begeleiding op maat. Ze heeft 2 banen. Ze werkt part-time. Ze heeft een leuke vriendenkring, hobby's, vrije tijdsbesteding. Ja, dus jou zeggen, als moeder ben je dus geslaagd. Ja, dat zou ik zeggen. En zij is absoluut geslaagd. Ze heeft echt haar eigen kracht en haar eigen ontwikkeling. En daar ben ik ontzettend trots op. Het boek gaat als een heet broodje over de toonbank, hè? Ja. Ja, ik had dat niet verwacht. We hadden eerst gedacht van nou, we doen het voor onze eigen kring, zeg maar. Het is helemaal in eigen beheer. Alles is zelf uitgedacht, alles is zelf ontworpen. Foto's zijn zelf gemaakt. Heel project, hè? Heel project. Mijn dochter heeft ook een verhaaltje geschreven. En we hebben samen ook een geheimpje wat het boek betreft. En we hebben samen doorgenomen. En ze weet, ja, ze vindt het ook leuk. Solidaridad.
welkom Afrika. Ja, 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 yo, ja, yo. Ja, ja, yo, ja, yo, ja, yo. Ja, ja, yo, ja, yo, ja, ja, yo, ja, yo, ja, yo. Dames en heren, van harte welkom vanavond. Deze avond van het bevrijdingsconcert. Van zware tijden naar momenten. Het orkest, het vervaardigde orkest Wilhelmina onder leiding van de heer Martijn Blaak. Dames en heren. Leiding van Martijn Blaak met Brandon Day.